we hebben een camping opgezet. Camping Jolige Judith. We zijn op het idee gekomen omdat we elk jaar op vakantie gaan met bewoners. Maar door de COVID kon dat niet doorgaan. Maar ook door onrust in huis hebben we er nu voor gekozen. En zijn we op het idee gekomen van, goh, hoe leuk zou het zijn als we een camping gaan maken. Deze unieke camping staat in de tuin van verpleeghuis Judith Leijsterhof in Hardingsveld, Giessendam. Waar veel bewoners dementerend zijn. Speciaal voor hen is de camping volledig in de stijl van de jaren 70. Waar gezellig. Nou, ik vind het hier fantastisch. We organiseren hier ontzettend veel leuke dingen voor ons altijd. Vandaag hebben we Franks pannenkoekenfabriek uitgenodigd. Die komt pannenkoeken bakken en we gaan straks hierna nog ijs eten. We hebben een zaterdagavond hebben we onze tweede discoavond. We hebben nog een pyjama-party met kinderen, kleinkinderen, kinderen van collega's. En we gaan nog naar camping De Lievelingen in het Lingebos in Vuren. Wat zijn de reacties van de bewoners? Ontzettend leuk, ontzettend leuk. Nou ja, dat is toch buitengewoon hartstikke fijn. En dit is natuurlijk helemaal het einde als je niet op vakantie kan. En dat er toch iedere keer wat anders is. De ene dag pannenkoeken eten. We hebben gevaren op de Giessen. Nou, allemaal leuke dingen gewoon doen ze hier. Ik heb het hier gebouwd gewoon naar mijn zin. Ja, nou en of. Ja, nee, dat is wel picobello hoor. Dat zit heel goed.